eten we vandaag? Portobello burgers. We gaan veganistisch koken. En zijn dat ze? Ja, dit wordt het broodje. Dit wordt het broodje. En daartussen komt een burger van kikkererwten. Kun je het aan? Kun je het aan, Chris? Oké, we gaan beginnen. Voor de portobello burger hebben we nodig kikkererwten voor de burger, garam masala, baking soda, paneermeel, koriander, een limoentje, neutrale olie en een rode ui. Dan hebben we het broodje, de portobello zelf, koriander een beetje als garnering, mango chutney en ik serveer papadums bij. Papadum. Dan ga ik er een lekkere frisse salade bij maken met radijs, limoen en rode ui. Neutrale olie, zout en peper, zorg dat je dat altijd in huis hebt. Ik ga eerst beginnen met gewoon een lekkere frisse salade voor op de burger. Radijsjes, rode ui en limoensap. Yep. Eigenlijk heb ik lichte allergie voor rauwe rode ui. Maar omdat we ze nu even laten rusten met limoen en zout, wordt dat lekker een beetje zacht. En dan, ja, ik heb altijd een beetje last van dat ik het een beetje... Boeren. Opboer. Vliegers? Oké. Okay. Nee, opboer. Radijsjes ga ik even wassen. Ho. Oh, die is onder de keuken. Die kan ik niet meer pakken. Je radijsje. Ik denk dat die bij jou er onderuit komt. Ja, dit moeten jullie erin houden, jongens, dat dit mij gebeurt. Nee hoor. De radijsjes doe ik gewoon in hele schattige, dunne plakjes. Ik vind het echt leuk dat er tegenwoordig veel alternatieven zijn voor vlees. Veel leuke vegan burgers of vegaburgers. Je hoeft natuurlijk niet elke dag vlees te eten. Het is helemaal veganistisch en ik weet zeker, tenminste ik hoop dat de echte carnivore ook denkt van nou, dit is top. Ja, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Ja. Rood uitje. Schilletje eraf. Onze geluidsman Roberto heeft net de uitspraak gedaan. Ik vind vleesburgers minder lekker dan een vegaburger. Een goede vleesburger is helemaal niet lekker, maar ik vind ook heerlijke vegaburgers. Nou, daar heeft hij hartstikke gelijk in. Ja. Ik maak kleine dunne ringetjes van de ui. Zo. Limoentje bij. Dit is dus, hier begin je mee met deze salade. Omdat het even moet, lekker moet liggen, zachter worden. Dus het moet mengen met de limoen. Ik weet niet wat het is, maar ik ga altijd na het uien snijden pas een beetje huilen. Ja? Ja. Dat voel ik, maar ik hou mijn tranen tegen. Ik ga een beetje mengen. Zout hebben we nodig. Radijs, rode ui, limoen, zout. We gaan de burgers draaien. De kikkererwtjes heb ik al afgegoten, uit laten lekken, een beetje water overheen. Kikkererwten, daar ga ik garam masala, het is een Indiaanse kruidenmix. Kaneel, korianderzaad, komijn, het is een beetje zoetig, het is echt hartstikke lekker en essentieel voor deze burger. Deze gaan erbij. Hop. Limoentje, ook weer. Oh, dat wordt de burger, dat mensen. Ja, dit gaat de burger worden. Weer een uitje erbij. Yes. Zo. Ging bij mijn hand. Het gaat natuurlijk hier een keer gebeuren, hè? Nee. Dat wil ik niet horen ook van je. Ui erbij. Koriander. Vooral ook de takjes. De takjes zijn juist zo lekker qua smaak. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet van koriander houden, wat ik echt niet kan begrijpen. Peterselie kun je ook gebruiken bijvoorbeeld. Garam masala of garam masala, ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Doe een eetlepel. Hier kun je best wel veel van gebruiken, omdat het is niet heet. Je moet ook gewoon vooral proeven of je het lekker vindt. Zout en peper. Zout. Een beetje bakpoeder en dit vind ik wel interessant, want het moet compact worden en niet luchtiger, maar in deze setting pakt hij heel goed uit.
De paneermeel. Ik doe niet alles erbij. Ik wil eerst even de substantie voelen. Dan kan ik altijd nog wat toevoegen. Limoentje. Het is niet helemaal gemengd. Maar ik ga het nu in een kom doen. En dan kan ik nog een beetje kneden. En ik vind het ook wel lekker als het een beetje grof blijft. Ruikt wel al heel goed. Een beetje Indiaanse sferen ruik ik al. Dat ga ik voor mijn zoontje maken. Laten denken dat het wel lekker is. Ja, voor kinderen is het natuurlijk ook echt top. Als je kinderen meer groente wil laten eten. Kijk, zie je als ik al doorheen ga, zie je al dat het plakt. Ik gebruik kikkererwten en geen ei. Ei bindt vaak. Maar als je kikkererwten flink pureert, dan wordt het al een beetje compact. En met de paneermeel en met de bakpoeder, is echt een geheim, wordt het echt een compacte burger. Kijk, als ik nu al kneed, zie je, dan heb je al een... Ja. Het blijft aan elkaar vastplakken. Nou, dat wil ik. Een beetje net zo groot als een portobello. Ja. Ik vind het echt wel gaaf gerecht. Zo. Maak er twee. Zo. En dan doe ik er een klein beetje paneermeel nog overheen. Wordt het een beetje krokant aan de buitenkant. En dan blijft het goed aan elkaar vastplakken. De burgers zijn klaar. Nu ga ik de portobello even grillen. Grillpan zet ik aan, die kan nog goed heet worden. Wacht, ik doe dat even op het hoge vuur. De portobello's hebben soms een klein steeltje hierin. Kun je eruit halen, hoeft niet per se. Ik besprenkel ze met neutrale olie. Zo. Zout en peper. En dan ga ik ze even kort aan beide kanten grillen. Dan ga ik de burger bakken en dan kunnen we gaan bouwen. Burgers bouwen. Op de grill. Beetje goed aandrukken. Zonder dat ze breken. Portobello kun je ook rauw eten. Maar het leuke is, portobello heeft een beetje een bite. Dus daarom is het leuk dat het lijkt een beetje op een broodje. Je kunt ze ook heel goed vullen, bijvoorbeeld met geitenkaas. Of lekker met salsa, met tomatensalsa. Ik ga ze ook omdraaien. Nou, toch wel een klein geellaagje. Wel. Ondertussen zet ik een koekenpan aan. Goed heet laten worden. Olie erin en dan gaan we de burgers bakken. Het gaat ietsje hard, dus ik ga ze even op een ander vuurtje zetten. En weer iets meer ruimte. Neutrale olie in de pan. En dan gaan we de burgers bakken. Ongeveer 4 minuutjes aan elke kant. Druk ze nog even stevig aan, dat ze niet uit elkaar vallen. 4 minuutjes aan elke kant. Ja. En dan gaan we bouwen. De portobello zaken af. Nog één. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ik zie dat ze bijna gaar zijn. Ik doe er nog wel even een deksel op. Dan worden ze ook lekker van binnen warm. Nou, 3 minuutjes en dan kunnen we gaan bouwen. Als ik de burger ga bouwen, wil ik ervoor zorgen dat als je een hapje neemt, dat je alles bij elkaar hebt. Dus ook de radijsjes en de mango chutney en de burger en het broodje. 1 hapje, alles bij elkaar, dan heb je hem. Ja, dan is hij echt op zijn best, hè? Dan is hij op zijn best. Oké, we gaan bouwen. Portobello, burger erop, chutney, ingelegde radijs, koriander, weer een portobello, pappendums erbij. Dames en heren, een portobello burger.
Even van zo'n burgerhappen. Van alles wat. Nou, een burgerhappen, daar is de portobello wel iets te zacht voor. Oh ja. Want nu heb ik hem goed doorgegaard. Je kunt er ook voor kiezen om iets minder zacht. Dan blijft het meer een bolletje ook. Oh, ik had al een hapje genomen. Nu gaat hij. Ja? Hele interessante combinatie. Heel lekker. Die burger is wel echt een zachte burger. Je moet niet denken dat hij super stevig is. Hij valt een beetje uit elkaar, maar dat is niet erg. Pappen hem erbij. Lekker knapperig. Oh. Heel lekker. Ik ben om. Nou. Echt lekker. Jongens, als Chris om is, met een vegaburger, dan heb ik het goed gedaan. Als je dit recept ook wilt maken, kijk dan even op 24kitchen.nl. En ik zie je de volgende keer weer. Ik neem nog een hapje. Ja, well done. Lekker met die frisse salade ook. Doe je het. Doei.